gaan we langzaam mee. Ja, ik denk dat die licht is paars, toch? Dus. We kunnen. Ja, mee, we gaan spoelen. Yes. Wat gaat er gebeuren? Wat zijn jullie aan het doen? We zijn vandaag wat voorbereiden. Want wij gaan meedoen met een kleurwedstrijd. Vanuit de Matrix. De Matrix is ons merk waar wij mee werken. Van de verf, shampoos, eigenlijk alles. Professionele foto's insturen. Met die wedstrijd kunnen we een reisje naar Spanje winnen. Waar eigenlijk vanuit heel de wereld trainers en ja, kappers heen kunnen komen. Wedstrijd vanuit Nederland. Dus als je wint, mag ik aannemen dat je dan wel op dat moment de beste van Nederland bent. In ja, deze ja, ja, categorie. Ja. Felle kleuren zijn weer helemaal hip. Ja. En felle kleuren, daar hebben we het echt over fel paars en groen en... roze, geel, oranje. Ik kan niet fel genoeg. En wie ben jij? Ik ben Amber. Dag Amber. Ik ben vaste klant hier, altijd bij Chantal. En ze experimenteert dus altijd op mij. Maar kan het nu ook gebeuren dan bijvoorbeeld dat er iets uitkomt wat je zelf eigenlijk toch niet zo mooi vindt? Of spreek je dat wel heel duidelijk af van tevoren? Nou nee, ze vraagt mijn mening wel. Ze zegt niet van nou ik ga dit doen en je doet het er maar mee. Dus daar hebben we wel iets over te zeggen. En daar ligt nog iemand. Jij ligt ook echt. Ja, maar jij bent degene die de felle kleuren krijgt. Ja, ja. En wie ben jij? Ik zal even een beetje boven je. Goedemiddag. Hoi, ik ben Jessamy. Ik ben model en vriendin van Brenda en Chantal. En ook vaste klant van de kapper. Ook soort van, ja. Ja, soort van. Ja, ja. Als je vaak model bent, ben je dat natuurlijk. Ja, ik ben meestal wel model hier zo. Hey, maar wat ga jij krijgen? Alle kleuren. Alle kleuren van de regenboog? Ik heb best wel veel kleuren eigenlijk. Wat voor kleuren precies? Ik ga met roze, paars, een beetje rosé, geel en een klein beetje blauw werken. Allemaal in één... Ja. Ik ben toch wel heel benieuwd hoe jij er aan het eind van de dag uitziet. Heb je er vertrouwen in? Ik heb volle vertrouwen in. Ja hoor. Nee, maar het is best wel, ik kan me voorstellen. Want hiervoor had jij wat voor kleur haar? Ik had ervoor donkerbruin. En dat is ook je eigen kleur? Ja. Maar is het dan niet zo als jij vanavond naar familie, vrienden of wat dan ook gaat, dat iedereen zegt, wauw, wat hebben we hier nou? Nee, we zijn wel wat gewend. Ja? We zijn gewend dat ik verschillende kutjes heb. Maar is het ook niet zo, want dat was dan vroeger met de punk wel, weet je wel. Ja, dan kon je natuurlijk niet zomaar mee naar je werk. Kan jij wel gewoon mee naar je werk? Ja. Dus eigenlijk wel gewoon netjes? Jawel hoor. Ja. Het is niet dat je straks een heel circus krijgt of zo. Het is wel heel subtiel dat het er zeg maar in overloopt. Dus het is wel gewoon heel leuk, want er bovenkant blijft paars. Ja, 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 ja. Dus het is niet dat je een vlak paars, rood, geel, oranje krijgt. Het is wel gewoon dat het er leuk uitziet dat je er gewoon mee op straat kan. En ja, dat ja, je ja, denkt, ja. Wow, wat heb jij gedaan? Nee, precies. Tenminste, dat is niet mijn bedoeling. Nee. Ah, ik ben heel benieuwd. De foto's die zie ik dan later nog wel. En ja. Heb jij ook een beetje vertrouwen in de wedstrijd? Ja, zeker wel. Nou, oké, heel goed. Ja, ik vind het ook wel een hele uitdaging. Ja, dat geloof ik. Het is wel even uit je comfortzone stappen. Ja. Ja, het is wel heel leuk. En daar hebben we net de grote baas. De grote baas. En doe jij dat zelf niet? Verven, die stijl? Jawel, doet dat natuurlijk ook. Natuurlijk doe ik dat ook. Alleen ik gun het hun dat zij aan deze wedstrijd mee mogen. Maar dan moet je natuurlijk als bazin wel mee naar Spanje. Of, ja, mijn meisje is al geboekt. Ja. Die gaat ook zonder ons hoor. Ja, sowieso. Ik ga sowieso zonder hun ook. Ja. Voor mij is al geboekt. Ja. Ja. Maar hoe lang ben je dan voor het uiteindelijke resultaat bezig? Hoeveel uur werk zit er dan in? Bezig geweest om het lichter te maken. Ik denk misschien wel drie dagen. Echt? Drie dagen dat we hier mee zijn. Maar nu begin ik het eindbedrag te begrijpen. Want ik vroeg net wat kost dat. Maar en dit kan oplopen tot €170, begreep ik. Als je het op één dag doet wel. Ja. Omdat zij zo donker was en zo licht moet, hebben we dat niet in één dag voor elkaar gekregen. Nee. En om de kwaliteit van het haar te besparen, zijn we al bezig geweest om het in etappes zeg maar lichter te maken. Ja. Dus nu wordt het echt helemaal uitgeblondeerd. Maar ze heeft het 2 weken geleden heeft het ook al een keer met folies lichter gemaakt. Om de kwaliteit natuurlijk een beetje te behouden. Ja, het is echt gewoon een ingreep. Nou, dat klopt. Ja, kijk. Je zegt, het is echt painted. Ja, gewoon, ja. Ja. Ja, nou, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes dat jullie naar Spanje mogen gaan. En tegen de tijd dat er gestemd kan worden, zal ik tegen iedereen gillen dat ze op jullie moeten stemmen. Goed? Ja, dat zou heel leuk zijn. En dan zijn. Nemen jullie voor mij een leuke surprise mee uit Spanje als jullie terugkomen. Tuurlijk, en hebben gewonnen. Heel